Mooi dat je interesse hebt om de EH te doen. En als je hier wil studeren, dan wil je natuurlijk ook weten wat dat voor jou gaat betekenen wat kosten betreft. Nou, dat leg ik graag uit in deze video, want dat is ook een bijzonder verhaal. Want de EH is een missie die toegewijde christenen hebben opgericht om ervoor te zorgen dat christenjongeren een goede start kunnen maken in hun leven. Zodat ze zich als volgeling van Jezus goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. En als we dan kijken naar wat het jou gaat kosten, dan heb jij natuurlijk zelf je collegegeld, je boekengeld, je inschrijfgeld. Maar wat nou zo bijzonder is, is dat die mensen om de EH heen, die donateurs, die maken de helft van jouw kosten hier op de EH mogelijk. Dus dat is heel bijzonder, dat andere mensen die jij niet kent, toch zo geïnteresseerd zijn in jouw ontwikkeling dat ze bereid zijn om de helft van jouw kosten te betalen. Dat betekent ook dat we aan jouw ouders gaan vragen of zij een bijdrage aan de EH willen geven, een oude bijdrage in de vorm van een vrije gift. En dat is voor hen veel interessanter om dat op die manier te doen dan dat we het collegegeld ophogen. Van jouzelf wordt in de tweede helft van de periode dat je hier op de EH zit, eigenlijk dan ook gevraagd of je meedoet met de grote fondswervingsactie die we samen opzetten met alle andere studenten. We hebben daar een hele leuke formule voor, zodat het heel goed mogelijk is om dat bedrag bij elkaar te brengen. En waarom doen we dat? Omdat het eigenlijk ook heel belangrijk is dat als andere mensen investeren in jouw toekomst, jij zelf daar natuurlijk ook een bijdrage aan levert. En dat is iets waar je je aan committeert zodra je aan de EH inschrijft. Als het gaat om de factuur die je van de EH krijgt, collegegeld, boekengeld, inschrijfgeld, kan het zo zijn dat je gebaat bent bij het gespreide betalen. Nou, dat is heel goed mogelijk, dus vraag dat aan als je daar gebruik van wil maken. Is dat niet voldoende, dan is het zelfs mogelijk om via het EH Studiefonds, na gesprek daar even over, mogelijk om dat hele bedrag voorgeschoten te krijgen. En dat pas terug te gaan betalen op het moment dat jij een vervolgstudie doet en wel gebruik kunt maken van Duo of een studie financieren of wat dan ook maar. Daar rekenen we ook helemaal geen rente over, dus dat is een hele aantrekkelijke manier om daar gebruik van te maken. Mocht het nou zo zijn dat jij ouders hebt die je weinig bij kunnen dragen, dan is het ook mogelijk om in al de andere kosten die jij hebt, je onderhoudskosten waar je geen gebruik van kunt maken van Duo of wat ook maar, dat je daar een ondersteuning in aanvraagt bij externe fondsen. Wij kunnen je daarbij helpen. Bijvoorbeeld het Geertruidsleen die mogelijk maakt om in je onderhoudskosten te voorzien. Doe dat dan wel op tijd. Zorg ervoor dat je voor 1-6 een persoonlijke motivatiebrief schrijft, waarom je de EH wil doen, hoe je financiële situatie in elkaar zit. En dat betekent dat zij dan jou een bijdrage kunnen toekennen van zeg maar 2000 euro per jaar. Dus een hele aantrekkelijke manier. Maar wees er dus echt op tijd bij. De slogan op de EH is dat studeren eigenlijk aan de EH altijd mogelijk moet zijn en financiën daarin geen belemmering mogen zijn. Ik heb je nu net al een aantal mogelijkheden aangereikt die dat eigenlijk ook mogelijk maken. De EH, dat is een hele bijzondere school. Dat is een school die we samen maken, die we samen dragen, ook in financieel opzicht. Dus die slogan, de financiën mogen nooit een belemmering zijn om de EH te doen, daar kun je echt op rekenen.